In de documentaire Overleven met 22Q11 hebben we 4 jaar geleden kennis gemaakt met Anna Olivia. Anna Olivia is geboren met een hartafwijking. Door de groei van het lichaam is het noodzakelijk om geopereerd te worden. Op de basisschool waar ze zat, werd ze overvraagd. Daarom is destijds de overstap naar een methylschool gemaakt. Inmiddels is Anna Olivia 16 jaar en zit midden in haar puberteit. En dat verloopt voor iemand met het 22Q11-syndroom toch net wat anders. We gaan terug naar Anna Olivia en haar moeder Natasha om te kijken hoe het nu met hen gaat. Ik denk dat 5 jaar geleden, toen er gefilmd is, zaten we best wel in een periode van verandering. We hadden een periode van verandering al doorgemaakt, van scheiding, verhuizing en daardoor ook wisseling van school. En ik denk dat de afgelopen 5 jaar die periode van verandering eigenlijk wel een soort van door heeft gezet. We zijn inderdaad ook weer opnieuw verhuisd en ja. Ook voor Olivia is er veel veranderd. Zijn hier gaan wonen samen met Peter en met zijn zoon en mijn zoon. Dus het was gewoon echt nog wel jaren van veranderingen. En voor Olivia ook de overgang van basisschool naar middelbare school. Toen ik daar kwam, was het eerst wel gewoon zo van... Ja, sommige kinderen ken ik niet, sommige wel. Want ik was bijna de helft van mijn klas, die ging daar ook heen, zeg maar. Dus ik kende wel de helft van de mensen, behalve dan die van die juffen. Die kende ik helemaal niet. Maar toen ik ze zag, dacht ik wel zo van, ja, die zien er wel aardig uit. Niet gelijk de strenge juffen bijvoorbeeld. Het gaat gewoon niet altijd hetzelfde. En je kan in een periode waarin ze toch minder lekker in haar vel zit, duidelijk veel minder van haar vragen dan op een moment dat je wel lekker in de flow zit. En dat vind ik zelf soms heel moeilijk laveren. Dat aan de ene kant heb je iets van... Kom op, doe nou even normaal. En je bent 16, je kunt wel even dit of je kunt wel even dat. Maar er zit echt gewoon verschil in wat ze aan kan. En dat kan een heel groot verschil zijn. Soms is even vragen om je eigen bord weg te zetten... bij wijze van al een trigger om volledig in de stress te raken. En een andere keer stuur je iemand voor een boodschapje... en gaat dat wel gewoon weer prima. Dat is echt... Ik blijf het zelf heel bizar vinden eigenlijk hoe die belastbaarheid kan verschillen. Ik heb vorig jaar de kaarsmakerij gehad. Dat was wel een leuk stage, omdat daar zaten kinderen nog op van mijn hele oude school, zeg maar, van de werkplan. Zaten die kinderen daar op, omdat het Auris College heette, die school. En die heb ik ook weer gezien, zeg maar. Ik vond het best wel leuk om die stage te doen. En nu heb ik de kinderboerderij op maandag en op donderdag kantine. En ik wil wel wat met dieren later doen, dus daarom... Dus ja, ik vind gewoon dat ze heel... Hoe noem je dat? Heel afhankelijk zijn en zo. Ze luisteren, zeg maar, soort van. En ze zijn best wel leuke beesten. Aan de ene kant pubert ze en heeft ze recht op en behoefte aan een stukje eigen leven. Maar aan de andere kant is ze ook gewoon emotioneel vooral heel erg jong en heeft ze heel veel sturing nodig en heel veel behoefte aan continu een lijntje. En dat bijt soms met elkaar. Hè? Aan de ene kant vindt ze van, we moeien niet overal mee, maar ondertussen kan ik eigenlijk nog geen 5 seconden even mezelf uitschakelen, want dan is ze er al hier, ja. Zeg maar. En dat, ja. Olivia die is geboren met een ernstige hartafwijking. En zij is als baby daaraan geopereerd. Toen wisten we altijd al dat dat niet voldoende ging zijn. Dat zij bepaalde onderdelen van dat hart zou gaan ontgroeien, zeg maar. En heel veel jaren heeft ze in een soort van grijs gebied gezeten. Waarin ze wel klachten had, een bepaalde vermoeidheid. Maar waarin het niet voldoende was om toch te opereren. Vooral omdat ze... altijd iets hadden van, als we nog even kunnen wachten tot na die eerste puberteitsgroei of zo, dan sla je misschien wel een hele operatie over. Wel een beetje. Ik werd snel moe van dingen, heel snel. Bijvoorbeeld trap op lukte, werd ik heel erg uitgeput van.
Dus ze gingen een soort van, denk ik, dat ik niet meer zo snel moe werd. Ja, eind 2019 kwam wel echt de conclusie van, nou, we kunnen nu gewoon echt niet meer wachten. En ja, we gaan hier wat aan doen. En, met alle vooronderzoeken en zo is uiteindelijk maart 2020 geopereerd. Echt een grote operatie. Wat helemaal goed is verlopen, vooral technisch gezien. Was echt, ze waren ontzettend enthousiast eigenlijk direct. Maar het heeft voor haar emotioneel wel echt een enorme impact gehad. Ik kan me niet meer echt goed herinneren. Maar ik vond het niet echt leuk om zo lang in het ziekenhuis te blijven. Dat was het. Ik geloof dat ze rond 2:30 terug was van de OK. En dat ze om 5:30 al van de beademing af is gehaald. En daarvoor moet je dus ook weer bij bewustzijn gebracht worden. Want je lichaam moet allemaal weer overnemen. En daarin is ze wel echt... echt in de war geraakt. En dat is wel heel, heel moeilijk geweest, heel zielig geweest. Dat zij zo in de war kon raken, dat toch wel te maken heeft met bepaalde kwetsbaarheid en gevoeligheid voor dit soort dingen van het syndroom. En dat niemand daar echt van tevoren over nagedacht heeft. Uiteindelijk hebben ze het wel goed opgepakt door een paar keer 's nachts zelfs nog de kinderpsychiater erbij geroepen en alles om haar te observeren. En is kortdurend aan de antipsychotica ook gegaan om dat delier eigenlijk, noemen ze wat dat dan was, weer naar onder te krijgen. Ze is ook allemaal wel goed opgepakt, maar het is meer van, je bent bang voor zo'n operatie, voor wat er lichamelijk allemaal gaat gebeuren. En daar gaat ze hartstikke goed doorheen en iedereen blij en dan komt er zoiets achteraan, zeg maar. En dat is dan wel weer zo'n... eigenlijk slag in je gezicht dat je denkt van, waarom? Ja. Ja. Zelf heb ik die plankjes ingericht. Na school spreek ik af met mijn vriend en ik spreek af met vriendinnen. En ik ga naar concerten en ik vlog ook en ik maak armbandjes. Wekelijkse vlog dingen en challenges wat ik... opneem. Bijvoorbeeld, ik heb nu net, een paar weken geleden heb ik met een vriendin de Whisper Challenge gedaan. Dat je je koptelefoon op hebt en dan dat je woordjes moet raden. Dat lukte echt totaal niet. Ja. Het zijn alleen maar scheldwoorden. Hoi, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ja. Ja. Ik kan nu ook een foto maken. Ja. Die hele coronaperiode is denk ik voor iedereen best wel pittig geweest. Voor haar was het dan zo dat die operatie de eerste week van maart heeft plaatsgevonden. Dus daarna kwam ze sowieso in een periode terecht dat ze echt rust nodig had. Dus dat was ideaal. Ik bedoel, ze wilde heel graag gelijk weer terug naar school, maar niemand ging meer naar school. Dus had ze lekker de rust om daar een beetje weer van te herstellen. Maar gedragsmatig werd het wel lastig naarmate die periode langer duurde. Voor last van toch wel flinke boze buien. En die boze buien zijn vervelend, maar meer... Ja, ik vind het soms wel moeilijk uit te leggen, maar inderdaad het gevoel van dat het zo uit balans is allemaal. En dat je maar weinig kan zeggen en dat er heel veel soort van achterdocht en irritatie is. Soms is het zelf lastig als je er niet meer in zit in zo'n periode om dat terug te halen, zeg maar. Maar in die periode hebben we toch wel weer contact gehad met Utrecht. Is opnieuw onderzocht, psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentie opnieuw getest. En daaruit is eigenlijk naar voren gekomen dat er toch wel bepaalde kenmerken van 22-11 wat meer op de voorgrond kwamen. En in overleg met hun diagnose autisme spectrumstoornis eraan gehangen. En dan niet omdat dat nou een nieuwe diagnose is, maar meer dat kwam meer op de voorgrond in die coronaperiode. Omdat er zoveel structuur wegviel en zoveel van je normale leven wegvalt. En toen pas duidelijk eigenlijk werd hoe groot haar behoefte daaraan toch wel is. In overleg met hun toch die diagnose gesteld. Ook om naar de buitenwereld toe soms het wat... beter uit te kunnen leggen, om wat gerichter hulp te kunnen krijgen daarin. Ik denk dat er een groot verschil zit soms in... bij kinderen met 22-11, misschien wel in het algemeen, maar bij haar zo is het zeker... in wat ze kunnen en wat ze aankunnen. Want wat ze kunnen,
qua vaardigheden is niet altijd per se wat ze aankunnen aan zelfstandigheid en belasting en stress daaromheen. En ik denk dat dat soms nog wel het moeilijkst uit te leggen ook aan anderen is. Dat is op school natuurlijk zijn ze heel erg gericht op vaardigheden aanleren en werknemersvaardigheden en schoolse vaardigheden. En daar, dat wordt allemaal getoetst en gedaan, prima. Maar ik blijf wel altijd zeggen, wat ze kan is niet altijd wat ze aan kan. En dat moeten ze niet uit het oog verliezen. Ik vind het leuk om te zien dat ze zo met kleine stapjes zelfstandiger wordt. Maar ik zie niet voor me dat daar echt een volledige, dat ze echt zelfstandig wonen of iets. Ik denk dat dat een brug te ver gaat zijn. Want wat ik nu zie als zelfstandig boodschappen doen is echt leuk. Ik vind het hartstikke goed dat ze dat doet. Maar ondertussen is er continu contact. Ik denk dat boodschappen, een lijstje met 3 dingen erop. Er gaan 11 appjes over en weer. Zo goed en zo. Het is helemaal prima. Dat is ook leuk, maar ze heeft altijd wel een aansturing, een begeleiding nodig. Ik denk ook wel dat dat zo blijft en dat dat ook prima is. Dus genoeg mogelijk daarin.